was von hier. Oké, okay, die loopt. Het is in ieder geval een mooie uitzending geworden, hoor. Ja, het was leuk, hè. Zo'n ongeplande babbel vind ik altijd het best. Beetje dwalen zo over de onderwerpen heen. Ja. Het was niks mis mee, hè. Ik ook. Ik was in Finland ooit op vakantie, ja. En daar is het een gebruik om dan... er zit dus alcohol, snap je ook wel. Maar... om dus niet vast te blijven houden op één onderwerp. Het is juist leuk als je maakt een associatie en dan hop, ander onderwerp. Ik vind het heel verfrissend. Dan hoor je heel veel dingen tegelijkertijd. Ja, maar dat is gelijk met onze conversatie daar straks ook. Je komt van de 100ste en de 1000ste. Maar er is ook zoveel te bespreken. Dat is waar. Er is zoveel verdriet. Wat ik zelf over de Heilige Geest, hè? De Heilige Geest heet ook de trooster, de comforter. Mm-hmm. En met mijn dochter, die kwam dus bij mij, ik ben gescheiden van haar moeder. En haar moeder had haar dus weer eens te grazen genomen. Ze had de poes iets gedaan of zo. En het enige wat ik deed, dat ik tegen mijn dochter zei van, wat ontzettend vervelend voor je. Had je daar niet heel veel verdriet van? En mijn dochter zo weer, nou wel. Dan zeg ik, ja, wil je dan een glaasje chocomel? Dan zei ze, ja, doe dan maar een glaasje chocomel. Maar dat is de trooster, dat is de Heilige Geest. En ik wist op dat moment... want ik was laaiend op dat kutwijf natuurlijk. Ik had hem gewoon moeten onthoofden. En die woede mag ik niet uiten. Ik mag alleen maar tegen mijn kind zeggen van... oh, wat zielig voor je. Kan ik wat voor je doen? En dat zijn de tijden waarin we nu leven. Zo voel ik dat. Proverbs kapitel 1 vers kapitel 15 vers 1 zegt: a soft answer turns away wrath, but grievous words stir up anger. Nog een keer? A soft answer turns away wrath, but grievous words stir up anger. Ja. Elke keer, wenn je zoiets voelt, dan moet je weten van op den ogenblik als jij van woede en haat bezield wordt, dat een andere geest probeert jou over te nemen en die mocht je niet toelaten in uw lichaam. Ja. En dat is lukt mij ook niet altijd, hoor. Maar hoe meer en meer dat ik mij daarvan bewust ben, des te meer dat het mij lukt. Ja. Mijn zoon was al 4 maanden niet meer hier bij mij en verleden weekend heeft hem eindelijk eens een keer terug contact opgenomen en was hem eindelijk eens een keer terug hier. En hij zei tegen mij dat zelfs zijn ma tegen hem zei van dat hij mij toch eindelijk eens een keer terug zou moeten bezoeken. Ik zeg van, je ma zegt dat al? Weet je, en zijn ma heeft mij bedrogen in de tijd en heeft me verlaten voor een pedofiel. Dus ik ben niet bijzonder gelukkig met dat... tussen aanhalingstekens vijf, gelijk je dat nu al zeggen. En ik heb tot zelfs enkele maanden geleden, heb ik zo wraak en wrok gevoelens tegenover haar. Omwille van al die zaken die gebeurd zijn, maar weet je, uiteindelijk haalt dat allemaal niks uit. En dan heb ik van mijn buurvrouw, die kwam terug van 14 dagen, die was op rehabilitatie in Spa met haar been, die was aan haar knie geopereerd. En omwille van dat ik haar postdingen altijd leeg gemaakt heeft, is haar neef met die ze samen woont overgekomen en heeft ons zo'n pakje van mini merciekes gegeven. Zo van die snoepjes, hè, merciekes, kende? Ja, niet speciaal, maar... Ja, maar je weet wat ik bedoel, hè, dat soort, hè. En nog mijn moeder... Is dat zoetigheid? Ja, dat is zoiets met chocola en zo, merci. Oh, oké, okay. Ja, ja. Oh, van merci chocola, oh ja. Ja, ja, zo mini merciekes, zoiets.
Ja, nee, ik weet waar je het over hebt, ja. Maar Ja. nog mijn moeder, nog ik eten dat, omdat we allebei vegan zijn. En ten eerste zit daar melk in en ten tweede zit daar veel bullshit in, dus wij eten dat niet. En ik geef dat aan mijn zoon, ik zeg van hier, geef dat aan je ma met mijn groeten. Ja, maar niet omwille van dat ik haar iets slechts wil doen, naar de motto van ik eet dat niet omdat ik weet wat daarin is, maar ik eet dat niet omwille van dat daar melk in zit en dat is mijn keuze. Maar het was gewoon van om te zeggen van ja, kijk, je ma zegt tegen jou dat jij eens een keer contact met mij zou moeten opnemen. Ik zeg van dat is toch een vriendelijke dacht van haar. Dat mag je vroeger gebeurd geweest zijn, wat dan nog. Dan zeg je, hier, dan geef dat de volgende keer als je bij haar bent, want hij gaat er toch 1 keer per week. Oh. Dan geef dat eens een keer met mijn groeten af. Zo, ik heb geen kwade gevoelens meer tegen haar, weet je. Ik moet... Jezus leert dat we onze buur... Dat we van onze buur moeten houden als van onszelf. En dat we onze vijanden moeten van houden. En dat we voor onze vijanden moeten gaan bidden. Awij, dan doe ik dat. Het doet mij toch geen pijn om dat te doen. Wraak is van de Heer, Perry. Ja. Die dingen die ons slecht gebeuren op deze wereld, die worden gewraakt door onze Vader, niet door ons. De wraak is voor hem. Laat hun maar doen. Het kan mij niet meer schelen. Revenge is mine, says the Lord. Dat weet ik. Let him have it. Ik heb dus... Ik heb wel wraak genomen. Fysieke. Van, en dat deed ik ter... Of wraak. Het ging om mijn dochter. Dus die moeder van mijn dochter... Die had zo'n viespeuk in huis gehaald. En die had het gemunt... Ja, die zat gewoon te voetelen met mijn kind. En een grote bek dat hij had, jongen. En mijn dochter, ja, die was toen 9, 8, 6, nee. Hij begon controle te nemen over haar toen ze 5 was of zo. Oh ja, dat is jong, ja. Ah, bah, jongen. En zo'n meisje van 5, die kan niet oordelen, hè? Nee. Dus ze gewoon, oh, dat is Peter. En dan, oh. En ik zag dat aan, jongen. En dat heeft, die marteling, dat duurde 5 jaar... En toen dacht ik, nou is het genoeg geweest. En toen heb ik wraak genomen. Heb ik hem gepakt. En het enige wat ik gedaan heb, is ik heb hem aangesproken. Alleen wat hij niet verwacht had, is dat ik dat hele gesprek had ik van A tot en met Z voorbereid. En ik had hem uitgelegd dat hij het gezin van mijn kind kapot heeft gemaakt. En dat hij, ik heb gewoon alles voor de voeten gegooid. En op een keurige tatatatatatat, net als een journaliste van het NOS Journaal. Dat is hier in Nederland, hè? Ja, ja, kun je. En dat had hij niet verwacht. En bij hem sloegen alle stoppen door. En toen heeft hij mij fysiek aangevallen op het schoolplein. En mijn dochter was erbij en zijn zoon. Ah, die man is dood gegaan. Ja, sociaal dan, hè. En ik moest dat doen. Ik kon het niet langer accepteren dat hij... dat hij eventjes een gezin kapot maakt van mijn kind. En dan hij een beetje cashewnootjes. Hij is ook zo'n vegetariër. En helemaal heel eco en zo. Ja, wel even een gezin kapot maken. Pah. Die heb ik gepakt, hoor. En andere mannen ook. En dat was allemaal niet eens dat ik dat helemaal deed. Maar ik vond gewoon dat ik het moest doen. En er gebeurden allemaal hele toevallige dingen. En er gebeurt mij dus niks. Helemaal niks. Maar die mannen moet ik wel uit de... Ja, dat hoeft nou niet meer, want ze heeft nu een vriend. Die nou, is inmiddels een beetje rustig, een nieuwe familie gekregen. Ze hebben, het zijn leuke mensen, het zijn ouders en zo. Dat gaat wel. Maar toen ze klein was, bah! Ik wist het echt niet, Jurk, dat mensen zo zijn. Ik had gewoon een gezinnetje met een heel leuk meisje. En dan denkt iedereen, oh, daar wil ik wel thee drinken.
Wat snappen mensen niet dat ze het leven zelf. Het leven is boete doen. Het is atonement. Je moet dankbaar zijn voor je leven. En niet denken van hallo, daar is een gratis snackbar. En die heet de familie PFM Winkel. Dan kan je altijd pasta krijgen. Ja, aan mijn neus. Ik heb er echt met verbijstering naast aan kijken. Want ik dacht altijd dat ik dom was, hè. Dat zei iedereen altijd tegen mij. Van, ja, Perry, jij hebt een dikke bril. En je weet alleen maar van wiskunde en natuurkunde en scheikunde en biologie. Maar voor de rest weet je niks. Ja, toen ging ik een kind opvoeden. Dacht ik, nou, wie weet er hier niks? Hoe ouders met hun kinderen omgaan, hè? Ja. Zo'n, laatst zei iemand tegen mij, ik geloof maar in één ding. En dat is dat je goed om moet gaan met je kinderen. Toen dacht ik, wauw. Dat is natuurlijk ook een onderdeel van het christendom. Alleen maar met je eigen kinderen of met alle kinderen? Nou, ik denk dat hij bedoelde met kinderen. Als je met kinderen goed moet omgaan, dan moet je bedenken dat iedereen het kind van iemand is. Iedere vader is het kind van een andere vader. Ja. Dus? Zoals ik het mag. Het is juist daarom dat Jezus Christus zegt. Love your neighbor as yourself. Ja. Want iedereen is een kind. En ja. We zijn allemaal kinderen van onze Godse vader. Ja, het is wel vader zo. In de hemel. Het is wel zo dat ik, daar heb ik met mijn dochter heel duidelijk gemerkt, dat ik toen zij aan het puberen ging, dat ik echt opgelucht adem ging halen. Dus ik denk van, hé, mevrouw gaat eindelijk nadenken. En tot die tijd lopen kinderen gewoon als Teletubbies door La La Land heen. Ja, maar daar kunnen ze niks aan doen. Zeker voor het 7e jaar niet. Het is niet. Wonderkinderen, prodigies. Ja, wonderkind of zo. Dat slaat nergens op. Kinderen hebben gewoon jaren nodig om een beetje. En dan nog weer jaren. En mijn dochter is nu zover dat ze. Die snapt het wel. Die kan alles zelf. Maar die is wel 16. Je moet kinderen de tijd gunnen om zich te ontwikkelen. Hmm. En je moet ze niet beknotten. En dat is wat ik ouders verwijt. Ik zou moeders kunnen inquisitioneren. Ik heb dingen gezien. Er was een kindje. Zij was heel attent. Dus als je een groepje kindjes had en je zei wie wil de limonade, dan zei ze niet gelijk van ik of zo. Maar dan keek ze gelijk en dan wist ze al dat er iets ging gebeuren. Joh. Of we moeten weg. En dan wist zij al van, oh, waar is mijn jas? Was heel attent, dat kindje. En dan gaf ik die vader een compliment van, wat heb jij een makkelijk kind. Want je hebt ook van die dolgedraaide. En hij zei, mijn kind een compliment. Mijn kind is te traag van begrip. Heb je dat niet gezien? En ik voelde me gewoon schuldig of zo, hè? En ik zeg niet, nee, heb ik niet echt gezien, nee. En inderdaad, die moeder, die sleurde dat kind overal naartoe. Die is helemaal zelfs met het kind naar Zeeland gegaan. Naar een of andere wonderdokter. Want dat kind was niet goed. En later, jaren later, hoor ik dan van de moeder van mijn kind, dat die ouders zo goed als elke dag elkaar uitmaakten voor een rotte vis. Maar ruzie maken in huis. En toen dacht ik ook van, oh ja, nu ik erover terugdenk. Het kind had een kamertje op het noorden en het behang was mooi wit. Er stond een bed in en een computer en een kledingkast of zo. Daar was het dan. Niet een teentje, niet een warm hoekje, niet een. Gewoon van hier zit jij. Het arme meisje.
dat als je een goudvis in een klein kommetje stopt, dan krijg je een klein goudvisje. Als je goudvissen in een grote vijver gooit, dan krijg je een hele grote goudvis. Dat geldt ook voor je kind. Dat hoorde ik ook op wat is het? First Amendment Radio. Wat je je kind aandoet tijdens de jeugd. Het is zo reflect. Het komt terug. Het is zo erg wat je doet. Je moet je kind liefdevol en tuchtigen natuurlijk ook. Maar die tuchtiging moet wel ergens op slaan. Ja, en vooral moet ze dan komen als dat kind juist iets met zaan heeft en niet 2 dagen later of zo. Ja, precies. En de straf moet aangemeten zijn op de overtreding. Ja, ik heb met mijn dochter, maar misschien is zij wel extra lief of zo. Maar met haar had ik gewoon de afspraak van, als ik zeg geen geintje, dan is ze gewoon over de scheef gegaan. That's it. En dan moet ze gewoon onmiddellijk reageren. En dat woord heb ik al 5 jaar lang niet gebruikt. Zelfs dat woord niet. Ik hoef er alleen maar te zeggen van, tjak. En dan weet ze het wel. Van, oh, ik ben toch altijd goed voor haar. Ik zorg altijd voor de tosti, weet je, en de ketchup. En schone washandjes en airconditioner. En ik ben toch altijd lief voor haar. Ja, dan moet ze ook gewoon, niet per se naar mij toe, maar wel als mijn moeder op bezoek komt of whatever. Als hij een keer dan flikt, want ze mag van mij onbeperkt iPad bijvoorbeeld. Nu doet ze nu niet meer, maar dan mocht ze van mij in die tijd. Ook als er bezoek was. Ik zei wel, als er een vraag gesteld wordt, ik zei tegen haar, je bent wel aanwezig. Ja? Want jij kan 2 dingen tegelijkertijd doen, it's cool. En dan doet ze niet luisteren naar mijn moeder. We hebben 30 seconden over gepraat. En ik gewoon tegen haar gezegd van, ik ga niet zo ver dat ik je iPad afpak, want daar hou ik niet van. Dat vind ik namelijk kinderachtig. Ik vind gewoon dat ik het jou je iPad vrijheid moet geven. Maar wat je deed was niet goed. Punt. En ik heb met haar heel veel gekeken naar Star Trek en ben je alle afleveringen gezien. En dan zeg ik gewoon tegen haar, you are dismissed, number one. Dan zegt ze, oké, dan gaan ze naar de kamer en dan lachen we weer. Het is gewoon even corrigeren, meer niet. Een straf heb ik nooit gedaan. Nooit gezegd van, mijn moeder die gaf mij straf. En dan pikte ze me al mijn bibliotheekboeken in en legde ze boven op de kast. Zo, dan heb jij een keer niks te doen. Ja, bah. En daar hou ik niet van. En was niet nodig hoor. Ik had, toen ze klein was, had ik tegen haar gezegd, als je stout bent, dan ga je met je hoofd onder de kraan. En dat gebeurde maar nooit. En toen kwam ze naar me toe en dan vroeg ze mij van, ja, hoe zit het eigenlijk met die straf? Wat is dat dan? Ik zei, ja, die heb je niet verdiend. Dus die krijg je alleen als je stout bent. Zeg ik, nou, dan zei ze, als ik dan iets stouts ga doen, krijg ik dan die straf? Ja, tuurlijk. Nou, toen deed ze iets stouts, weet ik veel wat ze deed. Heel hard de deur dicht of zo, of... Ze gooide iets van tafel of zo. Dan zei ik, oké, dat is stout. Toen pakte ik haar op. Ze was 4 of zo. Hè. Mm. En ik de kraan open. En dat kind zo met de hoofd onder de kraan. En dan hop, weer met de voeten op de grond. En de kraan dichtgedraaid. En ik ging weer lekker in mijn stoel zitten. En zij helemaal verontwaardigd. Ja, dit is helemaal niet leuk. Ik zei, nee, straf. Ja, dit wilde ik helemaal niet. Tja, had je niet stout moeten doen. Zo, dat soort momenten heb ik heel veel gehad met haar. Dat ik haar gewoon helemaal losliet. Doe maar gewoon wat je wil. Zeg maar hoe het moet. Die kinderen, die willen toch ook leven? En ze zijn ook bang hoor, die kinderen. Ze zien het allemaal om zich heen. Ze houden hun hart vast.
Dat is wat ik zie, ja. En ze worden er heel zedig van en rustig. En ze praten allemaal op veel minder schreeuwerig. Veel meer aanwezig. Echt wel positieve dingen, hoor. Die ik zie helemaal heen. De economie of zo, of de welvaart of zo. Ja, dat zit er allemaal niet zo in. Aan de andere kant valt ook wel mee, hoor. Maar de ontwikkeling in de jeugd, die zie ik wel degelijk. Ik zie daar echt wel positieve dingen in. Zie jij dat ook? Positieve dingen in de ontwikkeling van de jeugd van vandaag? Ja. Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet omwille van dat ze veel te vroeg, veel te veel geïndoctrineerd worden met al die technische snufjes die vandaag uit zijn. Die meeste kinderen vandaag de dag zijn, zoals ze dat noemen, smombies, smartphone zombies. Afgelenkt van alle mogelijke dingen, behalve hun computer en hun virtuele realiteit, die daar alleen nog maar is. En dat internet zorgt ervoor dat we meer en meer in deze valse wereld leven in plaats van in de echte wereld. En zeker dat we het woord van God niet meer kennen. En dat we ook niet meer, dat we daar niet meer achterna zoeken. Ons worden so viele andere Dinge in dit Leben verteld, die belangrijk zijn, die allemaal niks met het Wort van Gott zu machen haben, dat we daar niet meer naar zoeken. En daardoor gaan deze Generatie en de komende Generaties altijd maar verder en verder van Gott verwijderd zijn. En dat is precies wat de duivel wil. Ja, en wat ik dus ook zie, is dat. Ik had laatst een discussie met een jonge moeder. En die was echt pertinent tegen het gebruik van de iPhones en iPads en zo in gezelschap. Mm-hmm. En toen zei ik tegen haar van, ach, niet zo moeilijk doen. Maar zij was jonger dan ik. En ik als oude man kan tegen haar zeggen, ja, ze heeft een punt. Ze heeft zonder meer een punt. Dan pak ik Martin Heidegger daarbij, hè? Mm-hmm. Daarbij. Martin Heidegger, die was ook niet, hij was niet een born again Christian of zo. Maar dat wil niet zeggen dat hij niet aan de juiste dingen zat te tingelen. Een beetje heel moeilijk, wat hij allemaal opschrijft. Heb je ooit al wat van gelezen van Heidegger? Nee. Oké. Okay. Is echt erg ingewikkeld. Heel mooi. Het is onbeschrijfelijk mooi. En zijn, van zijn vrouw, Hannah Arendt, was een Joodse vrouw. Heb je daar ooit van gelezen? Van Heidegger heb ik niks gelezen, nee. Nee, Hannah Arendt. Zijn Hannah vrouw. Nee, sowieso niet. Die heeft Le Condition Humaine geschreven. Ik ga dat toch een keer binnenkort kunnen lezen, hoor. Mm-hmm. Maar over Heidegger, waarom ik erop kom. Heidegger heeft het erover, want je bent altijd ergens. Dus we zeggen wel ook wel eens van, waar ben je eigenlijk? En dan zegt iemand, ik was even afgedwaald, weet je wel. En dan vraag je die van, ja, ik vroeg of je thee wilde. Oh, ja, graag. Zo'n mens is niet daar. Die is niet op dat moment. Die is in zijn gedachten ergens anders. Hmm. En Heidegger zegt, dat kan wel leuk, dat kan wel zo zijn. Maar dan heb je dus je aanwezigheid gewoon gesplitst. Heidegger zei bijvoorbeeld, als je loopt, dan moet je lopen waar je loopt. En je kan ook 5 meter vooruit lopen, maar dan loop je 5 meter vooruit. Dus kan je afvragen wat Heidegger had gezegd over het gebruik van mobieltjes in gezelschap. Want wat doe je dan met je lichaam? Eigenlijk als je mobieltje afgaat, moet je naar het toilet. En dan moet je daar gaan zitten en dan zeg je, hallo, hier ben ik. Ja, dat zou Heidegger zeggen. Weet je, het is mensen geven de mensen aan hun telefoon meer aandacht dan de mensen die daar persoonlijk staan. Ja. Dat begint al als je bij wijze van spreken naar de bank gaat, om, ik zeg nog maar iets, een keer, vandaag de dag bestaat dat je al niet meer, naar de bank te gaan en te zeggen van, ik wil 100 euro van mijn rekening en dat je die, daar even zo'n banktellers, die bestaan je al niet meer, dat zijn allemaal machines vandaag. Maar van in de tijd, als je daar dan stond en dan gaat een telefoon, dan pakken ze eerst een telefoon om te zeggen van, hé, wacht eens even, ik moet een telefoon eens oppakken. Nee, hallo,
Die mens die de moeite doet om bij u persoonlijk daartegenover te staan, is toch veel belangrijker als die aan de telefoon. Dat lijkt me wel, ja. Ja, ja, maar ja, dat zien de mensen niet in. Dat hebben ze nooit niet ingezien. Dat zullen ze nooit niet inzien. Ik heb, nou goed, en dat is dan ons meningsverschil. Dat ik bij de jeugd zie dat ze zich irriteren ook. Aan, dat de jeugd zich irriteert aan anderen die alsmaar op dat mobieltje zitten. En dat er als het ware een soort schisma komt. Want de ene doet het wel en de ander doet het gewoon niet. Was laatst een vriendje van mijn dochter. Die zou wel of niet komen eten. En ik wilde weten of die wel of niet kwam. Mm-hmm. En zij had hem even gebeld. En toen vroeg ik dus, heb je al antwoord gekregen? Nee, dat was niet zo. Ja, een uur later was het nog steeds niet zo. En toen zei ik, van, wat is er aan de hand? Nou, zei ze, ik denk dat hij zich niet verveelt. Dat is goed gezegd, ja. Ja, hij was wat leuks aan het doen. Ja, en dan geeft hij geen aandacht aan de telefoon, hè? Nee, nee. Dus dan komt ze dadelijk wel. En ik weer terugschokken naar mijn kamer. Nou, een half uurtje later gezegd, ja, ik heb bericht. Hij komt eten. Ja, klaar. Dus het is een beetje hoe je het invult. Ja, ja, dat is wel waar. Maar ja, toch met veel mensen waar ik dat zie, die vullen dat een beetje anders in. Maar ja, kom. Dus, Ja. In de I Ching heten die mensen de onzekere. Ik zie het bij mijn zoon, als die hier met mij zit en ik zit hier met hem te babbelen en al, dan gaat hem nog om de 5 minuten zijn telefoon uit zijn broekzak halen. Ze. Echt waar, joh. Dus. Wat voor telefoon heeft hij eigenlijk? Een Samsung? Of een iPhone? Een of ander smartphone van die soorten, daar ken ik er niks van. Okay. Ik hou me daar niet mee bezig, maar zo'n ding waar je het internet kunt en alles erop en eraan. Daar. Wat is het talent van je zoon? Hij kan heel goed snoekeren. Uh-huh. Vooral als hij dan een keer verder mee ging doen, want hij is nu uit de club uitgetreden. Als hij daarin ging blijven, als hij daar echt zijn zinnen naar ging zetten, dan kon hij heel goed snoekeren. Dan ging hij zeker tot de top 100 in België kunnen behoren. Uh-huh. Dat is knap. Dan heeft hij wel een goede rust. Hij heeft een rust in zijn lichaam. Dus. Ja, hij is goed in zijn job. Hij doet boekhouding. Aha. Dus is goed met getallen en zo van die dingen. Dat is een hele lieve jongen, maar hij moet alleen van mij eens een keer dat woord van God proberen aan te nemen. Dat probeer ik altijd op te drukken. En ik heb hem verleden keer, als wij hier aan het babbelen waren, heb ik hem een beetje dat verhaal verteld van die film daar, hoe noemt dat weer? The Forgotten Dream. Ik weet niet of dat je dat kent. Nee, dat ken ik. Oh, dan moet je eens naar gaan kijken, zo. Het duurt een klein uurtje. Uh-huh. Wacht eens, ik ga dan even zoeken, dan ga ik het dat een keer. Oh nee, dit onthoud ik wel. Dit een goed geheugen. The Forgotten Dream. Ja. Also, is dat niet verder erg dat ik je dat eventjes een keer ga sturen. Dan heb je dat hier, dat is 55 minuten lang. Dat gaat over den uitleg van Daniel, kapitel 2. Ja, Nebukadnezar, die zijn droom vergeten is. Mm. Het gaat daarover van hoe in deze wereld een toepassing vindt. Door die vertaler, die hier vertelt, so van ja, mijn grootvader, als die in den oorlog was, die werd bij zijn overste geroepen aan de oostelijke front. En die vroeg aan mijn grootvader, gaat Hitler die oorlog winnen? En die zegt nee. Mm-hmm. En die oorste vraagt waarom niet, zegt van omdat het hier geschreven staat in de Bijbel. Alleen je zei het. Dat is schitterend. Ja. Dat is schitterend. Men moet dat gewoon maar gezien hebben. Ik vind dat heel mooi. Ik heb je bericht binnengekregen. Ik ga hem kijken. Ja, moet je eens doen. Als je die tijd hebt, moet je dat zeker gaan bezien. En ik heb hem daarover verteld. Want ik had hem dat video al een paar maanden geleden opgestuurd. Maar ja, heeft hij natuurlijk nooit niet bekeken. Ik heb hem daarover verteld. En ik zei van, ga dat bezien. Ik zei, moet ik een keer kijken. In je e-mail en dan zegt hij van ja, dat video was verwijderd en dan heb ik het vandaag nog een keer opgezocht en teruggestuurd en nu
Ga hem dat misschien eens een keer bekijken, dan kunnen we daar misschien volgende keer over gaan praten. Dat zou ik leuk vinden. Oh, mijn dochter, die, heb ik jou dat verteld? Ik heb haar een versie gegeven van het Nieuwe Testament. Ik heb het mij niet verteld, nee. Oké, die heeft ze in ontvangst genomen. Dat is een Bijbelman. En die komt hier eens in de maand of zo, met een bus, een echte, zo'n personenbus. Mm-hmm. Staat hij hier op de markt, met die vergunning voor of zo. En dan die deelt Bijbels uit. Mm-hmm. Grappig. Ik heb haar dus die Bijbel gegeven en tegen haar gezegd van, zoek het maar op, Romeinen 12, vers 19. Bijbelcontrole noem ik dat. Even controleren of deze klopte. En zei van, waar staat dat, Romeinen? Ja, zoeken. Het was alleen maar het Nieuwe Testament. Ja, kom op. Ja, had ze dat gevonden, zei voorlezen. Ja, die klopt. Ik zei, nou, Matthäus 7. Nou, waar staat Matthäus? Ja, ze had de voorkant. Maar dat heeft ze net 6 maanden terug of zo. Hoe kwam jij dan nu juist op dat jij Romeinen 12 vers 19 van noemt? De wraak is mij. Ah wel, daar hebben we daar straks over geklapt, hè? Ja, ja. Dat ik dat nu zei en nu kwam jij daarmee af. Dat ik zei, ja, dat is wel vreemd. Ja, ja. Dat is wel zo voel ik dat ook erg. Want ik moet mijn boosheid omzetten in energie. Ja. Ik moet er iets leuks mee doen. Mm. Andere mensen aan het lachen maken, alles is goed. Aan het huilen maken is ook goed. Ik moet iets doen. En niet in die woede, niet dingen stuk maken. En daarom vind ik dus Romeinen 12 vers 19 een hele mooie. Dat is voor mij gewoon. En ook Matthäus 7, van oordeelt niet op dat gij niet geoordeeld worden. Daar gaat het om. Toch? Hmm. En met mijn dochter is het dus ook heel moeilijk om haar aan het Bijbellezen te krijgen. Ja. Aan de andere kant, je moet die kinderen ook de tijd gunnen. Ja, ja, ik ben nog niet zo ver om mijn zoon zelfs eens een keer een Bijbel in de hand te geven. Het begint al... Ik wil gewoon een keer daarmee beginnen, dat hij zich begint te interesseren voor die dingen die ik doe, versta je? Ja. De Bijbel geven, dat is iets dat zit nog in de verste verte voor het ogenblik. Maar ik hoop dat het ooit een keer zo ver komt dat ik dat kan doen. Dat zou ik zeer appreciëren als dat kon. Ja, en de Bijbel geven kan je ook in ruime zin zien. Want als hij alleen maar begrijpt wat erin staat, dan hoeft hij eigenlijk de hele Bijbel niet meer te lezen. Als je het echt begrijpt, dat is voor heel weinig, maar snap ik wat op? Mm. Heeft alleen maar, het gaat, het zijn de vruchten die de naam bepalen. De appelboom is een appelboom dat de appels gaan groeien en de perenboom vice versa. En zo gaat het ook voor jouw zoon en voor mijn kind en voor jou en voor mij. Het zijn onze vruchten en de Bijbel die helpt daarbij, zonder meer. Om nou te zeggen dat iedereen verplicht de Bijbel moet lezen. Mensen moeten er echt aan toe zijn, hoor. Het heeft geen enkele zin om... het boek Job bijvoorbeeld. Hmm. Ja, leg dat maar eens uit. Dat kunnen niet. Ja. De Bijbel legt zichzelf uit als je ze begint te lezen. Met ja. Maar is dat het meest vrolijke boek ter wereld? Ja, ik weet het niet, hoor, maar... Ja, is de geschiedenis van de mens de meest vrolijke geschiedenis van de wereld? De mens is gevallen. Waarom is de mens gevallen? Omwille van zijn eigen wijsheid. Omdat de mens zich wijzer wilde maken als God. Weet je? Ah ja. En uiteindelijk gaat Satan dat bereiken wat hij altijd wilde bereiken. Hij krijgt zijn moment van glorie hier op deze aarde. Heeft hij al lang, man. Nee, nog niet echt. Maar we hebben dat in die Bijbelstudie zaterdag hebben we daar eventjes over gehad. Dat is duidelijk. Als je moet dat gewoon eens een keer lezen, gelijk het echt daar staat. Isaiah, dus Jesaja 14.
How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? En dan krijg je die vijf eyes, die vijf keren die rebellie van de Satan. Ik dit, ik dit, ik dit, ik dit. Wacht even, hoor. Eén seconde, ik pak even een pen erbij. Mm-hmm. Jesaja. Jesaja 14. En dan begint het in vers 12. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will also sit upon the mountain of the congregation in the sides of the north. I will ascend above the heights of the cloud. I will be like the Most High. Dat is vijf keren I, ik. Ja? Dat is de verklaring van het pentagram. Hè? Ja. En dan vers 15. Dus eerst vers 14. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Yet thou shalt be brought down to hell, to the sides of the pit. Ja. Dus vers 15 spreekt dat niet tegen dat hij gelijk de hoogste zal zijn, maar zegt, ook al zal je zo zijn, doch word je gebracht naar de hel. Dus je weet 100% zeker dat Satan zijn doel gaat bereiken. Dat hij aanbidding op deze aarde gaat krijgen en dat hij zich God van deze wereld gaat maken in de gezichten van iedereen. Ja. Maar toch zal hij naar de hel gebracht worden. Wat ik bij de laatste dagen. Ik heb jou dat essay gestuurd over de antichrist, hè? Die these erover. Kijk, de antichrist. De paus, wat dat vertegenwoordigt, die wereldorde, dat is de antichrist. Mm-hmm. En die is er echt. Die is er al vanaf het concilie van Nicea. Al 1500 jaar, ja. Dat is al zo lang, jongen. En als de antichrist gekomen is beloofd dat het moment is waarop Jezus zal terugkomen. Nee. Dan heb je 7 dagen of zo. Of 7 jaar, 7 era. Nee. Corrigeer mij. Ik corrigeer je heel graag. Want wat jij momenteel aan het doen bent, dat is de futuristische uitleg van de Romeins-Katholieke Kerk, van de Jezuïten, van Franciscus. Nee. De zevenjarige tribulatie. Ja. Oké, 7 years of tribulation. Ja. Dus de antichrist komt, krijg je 7 years of tribulation. Ja, wat staat dat in de Bijbel? Oh, is dat niet zo? Nee. Aha. Want wat jij nu juist aan het vertellen bent, dat is onderdeel van The Greatest Deception Since the Garden of Eden, noem ik dat, de grootste leugen sinds de Garden van Eden. Dat is de toekomstleer van de antichrist, neergeschreven van Francisco Ribera in 1585 tot 1590. En leert een toekomstige antichrist en een 7-jarige tribulatie de zogenoemde 70ste week van Daniel. Maar de 70ste week van Daniel is afgesloten door Jezus Christus 2000 jaar geleden. Ja. De antichrist in mijn ogen, die is al lang gekomen. Die heeft tot nu toe 500 miljoen burgers minimaal gepakt. Een pak meer, ja, maar zwart, dat speelt een rol, ja. Ja. Dus die is al lang gekomen. Mm-hmm. En volgens mij staat er ook ergens gewoon. Ja. Dus dit. En in Openbaring staat toch ergens een relatie tussen de komst van de antichrist en de wederkomst van Christus. Eerst moest de antichrist komen en dan komt Christus terug. Mm-hmm. Ja.
En de antichrist krijgt een hele tijd om op deze aarde te regeren, hè? Onder andere krijgt hij die. Ja, dan lijken we nogal wieders met al dit soort idioten om ons heen. Onder andere krijgt hij toch die 3,5 jaar, die 42 maanden, die 1260 dagen. De tijd tussen 538 en 1798. En dan krijgt hij een wonde die dodelijk lijkt, maar dus alleen maar dodelijk lijkt en niet dodelijk is. En dan wordt deze wonde terug hersteld. En dan komt toch de zogenoemde nieuwe wereldorde. Dan komt toch dat wat in Openbaring 17 allemaal daarin staat. Dat is die tijd in die wij toch nu aan het leven zijn. Want nu regeert toch de paus met zijn Jezuïten en met de pauselijke ridderorde, zoals de ridders van Malta en dergelijke, over de koningen van de wereld. Zoals je in Openbaring 17 vers 18 kunt nalezen. Dat is allemaal dat wat nu aan het gebeuren is. En natuurlijk, op het einde komt Jezus Christus, maar dat heeft niks met een zevenjarige tribulatie te doen. Want die zevenjarige tribulatie die jij hebt, dat is een leer van de Jezuïten. Oh, om te leren dat de 70ste week van Daniel niet vervuld is. En Jezus Christus heeft de 70ste week van Daniel compleet vervuld. Ik bedoelde alleen maar te zeggen dat eerst moet de antichrist komen en dan komt Christus Jezus terug. Ja, maar de antichrist is ja al hier. En ja, ja, in jouw ogen en in mijn ogen. Maar nu de andere ogen nog. Welke andere ogen nog? Ja, de mensen om je heen. Ja, maar die wachten op een verkeerde antichrist. En daarmee wachten ze op een verkeerde christ die daarna komt. Dat heeft Die andere mensen zien het niet. Ja, maar, andere mensen moeten inzien dat die antichrist er is. Ja, maar dat was toch toen de bedoeling van die uitzending die wij deden over Daniel 9. Dat ik toch toen geprobeerd heb uit te leggen aan de mensen. Dat juist daar de problematiek ziet. Als ik niet begrijp dat de paus de antichrist is, dan ga ik deze verkeerde jezuïtische leer op de lijm. Die leert van, daar gaat een staat van Israël komen, daar gaan ze een tempel herbouwen, daar gaan ze terug beginnen met offeringen en dan komt er iemand die sluit een vredeverdrag met Israël, een vredescontract, want daar is ja al oorlog sinds 1948, sinds ze dat daar opgericht hebben. Die gaat eindelijk eens een keer een vredescontract gaan sluiten en dan gaat hem daarvoor zorgen dat die offeringen gaan ophouden en dan gaat iedereen deuten van, dat is de antichrist. Zo als de 70ste week van Daniel verkeerd uitgelegd wordt door de Jesuitenleer. Dat is dat wat gaat gebeuren. Ja, maar dat is allemaal alleen maar Theater. Want dann komt de zogezegde Christus deze Antichrist kapot maken. En wie is diese Christus die dann kommt? De paus. Diejene die in Wirklichkeit der Antichrist al heel de tijd is. Ja. Ze moeten alleen maar zien welke acteur ze daar gaan zetten als antichrist. Of dat ze daar Donald Duck nemen of Mickey Mouse, dat speelt geen rol, hè. Iedereen die dingen gaat doen die ik daar juist verteld heb, gaat iedereen accepteren. Vandaag de dag in de protestantse wereld en in de Romeins-Katholieke wereld, op basis van de verkeerde leer van die Jesuiten, dat de antichrist is als die dingen gaat doen. Daarom hebben ze die staat van Israël toch überhaupt nodig. Maar kijk, Perry, dat probleem is toch dat de mensen überhaupt geen flauw idee daarvan hebben. Dat de staat van Israël, dat Jeruzalem geen heilige stad meer is. Dat de staat van Israël een grap is, als je de Bijbel verstaat. Want in de Bijbel staat in, het Nieuwe Testament staat in, there is neither Greek nor Jew. Daar is geen Griek, daar is geen Heide en geen Jood niet meer. We zijn allemaal dezelfde onder Christus. Ja. Dus de hele bloeddingen, de hele rasdingen, als je daar überhaupt over ras en dergelijke wilt spreken, want in de Bijbel wordt nooit over ras gesproken, maar over nazi's, dat eindigt allemaal met de komst van Jezus Christus, 2000 jaar geleden. Vanaf dan zijn we allemaal één en dezelfde, onder Christus. Het speelt toch geen rol of dat je wit zijt of bruin zijt, of dat je zwart, rood of groen zijt van huidskleur. Snij u ergens dat je bloed en je bloed rood. We alle bloeden rood, dus we zijn allemaal hetzelfde. Ja. En dat er dus vandaag de dag nog altijd het ding over de Joden en zo verder gedaan wordt, en dit zogenoemde antisemitisme en alles erop en aan, is totaal anti-Bijbels. Is totaal anti-Bijbels, ja. En de mensen vallen daar immer voor, waarom? Omwille van dat de mensen gewoon zijn in verschillende kampen ingedeeld te worden en altijd de kant van de een of van de andere te kiezen.
Behalve dat ze een keer de kant van God kiezen. Als ze de Bijbel te goed lezen, dan verstaan ze dat het allemaal een joke is. Dan verstaan ze ook dat Trump deze aarde niet gaat redden, zoals Poetin deze aarde niet gaat redden, zoals niemand niet deze aarde gaat redden, zoals geen politiker deze aarde gaat redden, omdat het allemaal puppets zijn. Ja. Maar daarvoor moet je de Bijbel lezen en geloven en verstaan en begrijpen om dat door te hebben. En de meeste mensen, sorry Perry, de meeste mensen hebben dat spijtig genoeg niet door. Zal ik jou een verhaal vertellen wat ik gehoord heb van een man en die heeft ayahuasca, ken je dat? Dat is een drug. Die ayahuasca in Zuid-Amerika. Mm-hmm. En die kende ook die families daar en die ging ook heel veel op vakantie en heeft nog heeft van alles meegemaakt. Mm-hmm. Hij vertelde mij dat die mensen daar met leden ogen toeschouwden dat het oerwoud aan de haal werd gehaald door multinationals. Alles ging kapot. Allemaal vervuilde toestanden, de wegvliegende vogels. En die shamanen daar, die zaten allemaal een beetje van awoem, awoem, alles is happy. Gingen ze naar de shamanen toe en zeiden ze, zouden jullie eventjes willen gaan vragen aan het bos wat er aan de hand is? Waarom gebeurt dit? Nou, die shamanen gingen het bos in. Die gingen lekker aan de tank, daar gaan ze van die kruiden koken en zo. Het is best bijzonder hoor. En die kwamen dus terug en die zeiden, nou, we hebben het gezien. Dat wat de Heer alles aanstuurt, zit momenteel dat wat ultimately slecht is te bespoedigen. Ja, en daar konden die dorpsbewoners het mee doen. Dat was het antwoord. En in feite is het zo. Ik heb milieuhygiëne gestudeerd. En ons burgers wordt de hele tijd aangepraat van ja, je moet je afval dit en je afval dat en niet te veel en te weinig of zo. Maar er is helemaal geen milieuprobleem op dat probleem. Op dat terrein. Dat is allemaal, maar, dat is allemaal, het gaat allemaal, het draait allemaal over controle, Perry. Ja. Wat ik ook zo verrassend vind, de laatste weken, ik heb veel geluisterd over die Reducciones. Die Reducciones van Paraguay, ja. Ja. En zijn ze begonnen. Mensen afhankelijk maken. Overnemen. Die mannen afzeiken. En die kinderen zijn van jou. En die kinderen die weten niet beter dan we werken hier. Zo'n... De Reducciones van Paraguay van de Jesuiten in de 16e en 17e eeuw zijn in feite niks anders als de omzetting van de parabel van Plato's grot. Mm-hmm. Met oprichten van communisme door die kampen die ze daar opgericht hadden. En het uitbuiten van het land en het totaal leegruimen van het land. Want dat zijn ontellige miljoenen, waarschijnlijk zelfs biljoenen van dollars die daar uit dat land uitgeschaft geweest zijn in die tijd door de Jesuiten. Ja. En dat was de basis die ze gelegd hadden voor het communisme om dan later in 1917 de Russische revolutie door te voeren. Ja, en wat ze met de Oekraïne hebben gedaan. Oh. Ja, die hebben ze laten verhongeren, hè, in de jaren 30. 6 of 7 miljoen mensen hebben ze gedood toen, hè, in die tijd. En denk eens een keer aan vroeger, wat de katholieken deden in Ierland. Met de patattendingen daar, ja. Met die oorlog. Ja. En dat hebben ze overal gedaan. Kijk eens een keer naar hier in Europa. We hadden ook na de 30-jarige oorlog, 1648, daarna hadden we ook een grote hongersnood hier. Hè? Okay. En de 30-jarige oorlog tussen 1618 en 1648 heeft minstens 12 miljoen Duitsers gedood. Protestanten, allemaal Protestanten. Dus ja, je getal wat je dat straks zei van 500 miljoen, daar komt er waarschijnlijk lang niet meer toe. Alleen de Spaanse Inquisitie alleen al heeft in die 600 jaren van de Inquisitie 50 miljoen mensen gedood. Ja, het gaat hard. Ik weet het ook. En al die oorlogen die we vandaag hebben en dat onderwerp waar we vandaag niet over hebben kunnen gaan spreken, de Vietnamoorlog.
De Vietnamoorlog heeft misschien 60.000 Amerikaanse soldaten dood gekost, maar meer dan 2 miljoen Vietnamezen. Hè? Voornamelijk boeddhisten. Die niet wilden bij het Romeins-Katholicisme gaan. Exact, waarbij, ja. Waarbij dan toch de grote grap, wenn man, als man dat zo mag zeggen, überhaupt is. Ja. Boeddhisme is van hetzelfde verkeerde vak als Romeins-Katholicisme. Het speelt geen rol of dat je aan boeddhisme vasthoudt of overgaat naar katholicisme. Je gaat allebei de rol van de duivel gaan spelen. Oh, daar heb ik wel een punt tegen in te brengen. Ja, je gaat van de ene leuk naar de ander. Ja, ik heb de Dhammapada gelezen. Mm-hmm. Want ik ken het verhaal van Boeddha, dat was een aristocraat. Mm-hmm. En op een dag ging hij dus buiten de muren van de stad. En toen zag hij al die armoe. En toen raakte hij in conflict. Want hij dacht van hoe kan ik nou als aristocratische jongeling geleefd hebben van deze armoede? En toen is hij aan de wandel gegaan. En hij kwam dus terug met een antwoord. Ja, dat, hier hebben we het over 300 jaar voor Christus Jezus. Dus hij kon de Bijbel niet gelezen hebben. Hij was gewoon in conflict met zichzelf, met zijn eigen leven. En hij heeft gewoon alles weggegeven. Hij had helemaal niks meer. En hij zag alleen maar mensen om zich heen. En hij zei, hallo. Nou, daar is niks mis mee. Dat is volgens mij een voorloper van wat we later terugkregen met Jezus. Die was ook zo. Alleen Jezus was in een... Dat is heel anders. Het verschil met Jezus en Buddha is toch wel in de eerste plaats dat Jezus God was die in het vlees op deze aarde gekomen is en dat hij een mens zonder zonde was, waarentegen Buddha een zondevolle mens was, gelijk iedereen. Iedereen is geboren in zonde en doet tekort aan de glorie van God, zoals in de Bijbel geschreven staat. Ook Buddha. Ja. En Buddha verheft zich, en Buddha verheft zich op woord verheven in deze religie tot God. Ja. Apotheosis. En? Deification. Ja. En daar ligt toch, daar ligt toch wel het probleem, hè? Nog niet. Kijk. Ik wil alleen maar zeggen dat het boeddhisme, het is een levensstijl, meer niet. Het boeddhisme spreekt niet over God, niet over bababa, alleen maar over houding. Want wat is het? In het Confucianisme. Ja, maar uiteindelijk. Nee, laat me even uitpraten. In het Confucianisme, daar staat: wat gij niet wil dat u geschiet, doet het ook een ander niet. Ja, dat zijn eenvoudige aanwijzingen voor mensen om zich te gaan gedragen. En daar is niks mis mee. En wat er gewoon gebeurd is, ze hebben gewoon. Die katholieken zijn er volgens mij. Hebben van die kloosters gebouwd. En dan mocht je als boeddhistische monnik naar binnen. En dan kreeg je met stok op je rug. Als je maar één. Ja. Wat denk je dat daar gebeurd is? Als je dan die regels van de boeddhisten zo schoon vindt. Van wat jij niet wilt, wat jou geschiet. Dat voer ook toen een ander niet. Lees dan gewoon de 10 geboden van God. Of lees de laatste 5 en de laatste 6 geboden. Ben laat de eerste 4 keer weg. En dan heb je toch hetzelfde. Eens. Dan heb je toch exact hetzelfde. Maar dan heb je hetzelfde met 4 geboden erbij die u vertellen van over welke God dat wij hier spreken en hoe dat je met die God om te gaan heeft. Dat is het verschil van het christendom, van de scheppersgod zijn wet tegenover van de wet van de mensen. Die boeddhistische wetten zijn gemaakt van de mensen. De bijbelse wetten zijn gemaakt van God. Wie, luister, wie zeide jij trouw? Een mens of God? Dat is toch altijd al de kwestie, Perry. Ik wil ja daarmee niet zeggen dat mensen altijd alleen maar kwade dingen gaan zeggen en dat ze altijd alleen maar slechte regels voortbrengen. Maar de regels die God voortgebracht heeft, die kunnen zij niet verbeteren, want die zijn perfect. Gods woord is perfect. Gods zijn regels zijn perfect. En als we ons allemaal aan die regels van God houden, dan hebben we geen boeddhisme nodig of gaat het dat afstrijden. Nee, natuurlijk niet. Ziest, dus als jij daarmee akkoord gaat, dan weet je toch automatisch dat het boeddhisme overbodig is. Het enige ware
dat we hebben in deze aarde is de Bijbel, het woord van God, en die zijn wet. Punt uit. Ja. Alles andere is mensengemaakt en schiet te kort. Omwille van dat het van de mens komt. En de mens, zijn hart, is duivels van begin af aan. Zoals het in de Bijbel geschreven staat. Dus. Nog een keer. Zeg het nog een keer. De mens. De mens, zijn hart, is kwaad van in het begin. Mens, zijn hart, is euvel van in het begin. Staat in de Bijbel zo in. Ja. Man's heart is evil continually. In Genesis, Genesis, in de eerste boeken van Genesis 9, 10 of zo staat het erin. Mm. Ja? Ik kan niet wegnemen dat het boeddhisme hier en daar zijn goede punten heeft. Ik kan niet zeggen van boeddhisme is gelijk katholicisme, dat heb ik niet gezegd. Maar boeddhisme heeft gelijk katholicisme zijn wortels in Babylon. Nee, dat heb ik je net verteld. Het boeddhisme begon met die aristocraat, die heet Siddhartha de Boeddha. Dat was een rijke jongeling, die was 18, die had al een vrouw, die heeft seks gehad, die heeft misschien ook ziek, gewoon altijd, alles altijd leuk. Welke religie hadden die mensen die vandaag het boeddhisme volgen dan alsjeblieft in die tijd voor 300 voor Christus, voordat u Boeddha op de schermen kwam? Toch een heidense religie, ja? Waarin dat ze, waar dat ze op dezelfde manier dan in deze religie van het boeddhisme, ja, die dan opgericht geweest is, dezelfde heidense ritualen en tradities overgenomen hebben. Met moeder- en kindaanbieding onder andere. Gelijk die Jezuïten dat gevonden hebben als ze daar in de 17e eeuw naartoe kwamen. Ik ben mijn Dhammapada kwijt. Ja. Maar in mijn Dhammapada staan alleen maar dingen in. Van doe het zus en doe het zo. Waar we het net over hadden. Van als je toch gaat praten. En je gaat boos praten. Ja, krijg je alleen maar fladderende veren in het kippenhok. ik praat toch niet boos. Ik wil toch alleen maar duidelijk maken. Nee. Ik citeer Boeddha. Weet je wat? Dat zegt Boeddha ook. Boeddha heeft echt. Het zijn hele leuke anekdotes die erin zitten. Het is dan best heel vriendelijk. Dat is juist het probleem. Mensen lezen zo heel graag anekdotes van andere mensen in plaats van de anekdotes van God, Perry. Dat is toch het probleem in de eerste plaats. Ze lezen liever dat wat mensen leren, dus in dat geval wat Boeddha leert, in plaats van dat wat God leert. Ja, ha. Dat begrijp ik wel. Het punt is, die mensen die dat boeddhisme gemaakt hebben, want je hebt dus het boeddhisme, dat was 300 jaar bezig, en toen hebben ze dus de Dhammapada geschreven. Een soort bijbel, zullen we zeggen. En misschien dat de katholieke kerk daarbij betrokken was. Dat zou zomaar kunnen. Maar dan nog. Maar die mensen deden al 300 jaar lang, van doe me net als Boeddha, dat doe je al leuk genoeg. Het hield mensen in. Het is een manier om in ieder geval vriendelijk te doen tegen elkaar. En daar zijn we er nog niet uit. Maar het scheelt wel dat je vriendelijk doet tegen elkaar. En daarna kwam Christus. Maar daar hadden zij niks mee te maken. Maar die mensen, en dat zeg ik dus vanuit mijn hart. En dat geldt ook voor. Ik ken ook Hindoestaanse mensen. Die kan ik ook gewoon in mijn hart sluiten. Dat zijn gewoon onze broeders en zusters. Kom op. Iedereen die er maar een beetje wil heeft om het te proberen om goed te doen. Ja, daar ben ik al lang blij mee. Ja, maar de meeste katholieken zijn in dat opzicht ook onze broers en onze zusters. Alleen begrijpen ze niet, dat zij een geloofssysteem volgen dat opgezet is door mensen en niet door God. Kijk. Een trouwe katholiek, ik zeg het maar een keer zo. Iemand die elke zondag naar de kerk gaat, bij wijze van spreken. En die gaat bidden naar Maria en alles erop en eraan die in de kerk gaat. En die zegt dat hij van Jezus houdt. Is iemand die oprecht van Jezus houdt. Alleen doet hij het op een manier, gelijk niet Jezus hem gezegd heeft dat hij het moet doen. Maar gelijk dat de Antichrist hem gezegd heeft dat hij het moet doen. De Romeins-Katholieke Kerk. De Romeins-Katholieke Kerk leert van, kijk, de Bijbel is niet het onfeilbare woord van God.
De Romeins-Katholieke Kerk bouwt zich op enerzijds de Bijbel en anderzijds de traditie van de Romeins-Katholieke Kerk. En de traditie staat boven de Bijbel. En als katholiek heb ik dat te accepteren. En daar ga ik de eerste stap fout in. Dat wil zeggen, ik kan nog zo graag Jezus Christus zien, maar ik kan niet die Jezus Christus en ik kan niet dat evangelium van de Bijbel verkondigen als ik in de Romeins-Katholieke Kerk verblijf en die hun leren ga volgen. Dat wil zeggen dat die mensen die daar in de Romeins-Katholieke Kerk zijn over het algemeen gewoon allemaal bedrogen zielen zijn. En daarom hebben ze redding nodig en daarom hebben ze dingen als onze uitzendingen nodig en hopevol kunnen wij een keer hopen dat die dingen gaan beluisteren die wij te zeggen hebben en dat op basis van wat ze daar gehoord hebben, den een of andere misschien ooit dan een keer uitkomt. Dat is de hoop die wij kunnen hebben. Dat is die hoop die wij zouden moeten hebben. En voor die mensen zouden we moeten bidden. Dat bedoelde Jezus met van bid voor die die u slecht doen. Bid voor die die u vijanden zijn. Want ze zijn onze vijanden omwille van dat ze de leer van de Romeins-Katholieke Kerk volgen en niet de leer van de Bijbel gaan volgen. Daarom gaan ze ons willen vernietigen, ons heretikers, ons bijbelgelovige christen, en denken daarbij dat ze Gods werk doen. Die inquisitoren van in den tijd dachten dat ze Gods wil deden. Ze waren zo bedrogen dat ze dat niet zagen. En dat is vandaag de dag niet anders. En ik stem je toe. Natuurlijk, ook het boeddhisme, natuurlijk zijn dat allemaal goede en lieve mensen. Dat zou ja erg zijn als we alleen maar van zotten omgeven waren die niks anders te doen hebben als in de wereld rond te gaan en iedereen om te brengen, bij wijze van spreken. Nee, de meeste mensen die rondlopen zijn in feite van hun hart zijn ze lief. Maar je moet beseffen dat het hart van de mens euvel is vanaf het begin, in de eerste plaats. En dat dat alleen kan gebeterd worden door het woord van God te vinden en naar Jezus Christus te vinden. En dat is maar één weg en dat is Hij. Dat is niet Buddha, dat is niet Krishna, dat is niemand niet, nee. Dat is alleen maar Jezus. Hij is de weg. Hallo. En ja, dat is wat, wat wij die mensen moeten bijbrengen, versta je? Dat wil niet zeggen dat daarom alles andere, als duivels verdam, alhoewel dat uiteindelijk wel is. Want het leidt de mensen allemaal van Jezus alleen maar weg. Dat is maar één smalle weg die te bewandelen valt. En weinig zijn er die deze smalle weg gaan vinden. Zo staat het al geschreven, spijtig genoeg. Even over Boeddha. Ja. Van hem is bekend dat hij ging wandelen van dorp A naar dorp B. En hij vroeg de weg. En de kortste weg was over de heuvel. Dus hij ging over de heuvel heen. En er zeiden mensen in dorp A van dat kan je beter niet doen, want op de heuvel is een boze man. En die kan je tegenkomen. Beter kan je om de heuvel heen lopen. En dan kom je ook in dorp B. Dat is een beetje om, maar dan kom je die man niet tegen. En Boeddha die zei natuurlijk, ja, ik neem de kortste weg. Dus die ging over de heuvel en die komt die boze man tegen. En die man, die ziet Boeddha. En die rukt een tak van een boom en die gaat dreigend voor hem staan en die zegt, ik ben de boze man. Mijn Boeddha zei, waarom ben je boos? Ja, zei hij, ik ben door mijn ouders mishandeld, dus ik ben gewoon boos. En toen zei Boeddha, ja, hoe ga je dat goed maken? En die man die stond te zwaaien met die tak. En die zei, En Boeddha zei, ja, die tak die je in je handen hebt. Hoe ga je die terugzetten aan die boom? En toen viel die boze man helemaal stil. Die zat helemaal verbaasd te kijken naar die afgerukte tak. En die dacht, wel, wat vraagt Boeddha mij nou? En toen zei Boeddha, nou, fijne dag verder. En Boeddha liep gewoon het dorp B. En dan kreeg hij weer te eten. Hij had geen geld of zo, hè. Dan kreeg hij wel te eten en slapen. Hij wandelt terug naar het dorp A. En dan komt hij die man tegen.
En die was inmiddels afgedaald van die heuvel. En in het dorp werd hij dus helemaal in elkaar geslagen door een stelletje dorpelingen. En hij loopt dus langs die vechtpartij. En hij kijkt naar die boze man en hij zei van hallo. En die boze man zei tegen hem, hallo. Dat is de kern van het boeddhisme en daar is niks mis mee. Dat kunnen wij gewoon insluiten. Laat ik zo zeggen, we can assimilate, op het maar op zijn Star Trek's The Borg te zeggen. Dit kunnen we toch makkelijk incorporeren. Dat is toch prima. Gewoon mensen hoeven hun woede. Natuurlijk heb je je woede, ik ben ook boos. Ja, als maar dat moet je niet afreageren op, dat op verhaal, een boom. Dat verhaal wat jij daar juniors verteld hebt, vertel dan eens een keer het verhaal van de goede Samariter uit de Bijbel en je zit er met hetzelfde. Ik geloof je direct, ja. Zie, en dat is het punt. Maar ik ga nog niet zo ver en ga Jezus naar beneden halen tot de level van een gewone mens. Is er helemaal nergens voor nodig? Nee, maar den punt is dus van, waarom moet ik deze leren van die mensen gaan volgen als mijn Heer mij het perfecte leert? Nou, ik kan je vertellen, als jij de taal van die mensen ook kan spreken, en dan nodig je die mensen uit tot het grotere ding. Want ik vind het christendom een hell of a lot more interesting dan de Dhammapada. Want dat is 300 pagina's, heb je hem uit. De Mahabharata, dat kan je samenvatten in een dvd van 3 uur. Mm-hmm. Ja, dat is, de Tao Te Ching van Lao Tse, dat is geinig, maar dat is 180 pagina's. Daar. Heb je de I Ching, dat is nog daarvoor, dat is ook een boekje van niks. Niet om die mensen te beledigen, snap je, maar de kennis van mensen en over onze moraliteit en de noodzaak daartoe. En dat je ook gewoon kan zien dat wat effing in de Bijbel staat, dat het al dat het een voorspelling was. Ja, maar dat is de evolutie, zou ik zeggen. Mm. Dat is de evolutie van ons denken. Wij kunnen. Die anderen gewoon accepteren. En ik ken bijvoorbeeld een Mohammedaanse spreuk van La ilaha illallah. Mohammed Rasulallah. Dat schept dat gaan de oortjes open bij die mensen. Van, ken je Arabisch? Oh, ik zeg nee. Maar La ilaha illallah. Mohammed Rasulallah. Want die spreuk die klopt nou ook wel. Wist je dat trouwens? Ik zal niet weten wat dat betekent. Ja, waar het over gaat. het is. Ik geloof. Hè, ik denk dat jij het ook gelooft. Maar ik geloof. Dat Mohammedanisme. Dat opgezet is door de paus. Tuurlijk is dat zo. Oké. Dus dat het daarover is. Nou, en wat hij dus gedaan heeft. Is dat hij dus uitdrukkelijk verboden heeft dat er een drie-eenheid is. Nou, het idee is dan van dat er een God is en die heeft een moeder en een zoon. Dat mag dus absoluut niet. Snap je hem al? Voel je hem al komen? En de spreuk is dan la ilaha illallah. En dat betekent er is geen God. Dus er is geen Nimrod. Ja. Er is geen, die had die andere ook alweer, Osiris. Ja. Er is geen Nimrod. Er is alles. Dat is la ilaha illallah. En Mohammed de Rasulallah. Dat is bijna Brabus. Hè. Mohammed razelt ervan. Mohammed is een razeler. Ja, zijn profeet. Er is geen God naast, Allah en Mohammed is zijn profeet of zoiets. Hè? Dat is toch dat wat islam... Precies, ja. Maar met die God bedoelen ze dus Nimrod.
Ja, maar kijk, En aan de andere kant, en dat weet jij ook, doen ze lekker net zo mee met via de achterdeur, met Fatima en Maria. Dus aan de ene kant zijn ze er tegen, en aan de andere kant zitten ze te stimuleren. En Allah, dus alles, alles is, dat is de creatie. En wij kunnen gewoon zeggen, het is de creatie voor beide creatie trouwens. Dus in principe is dat wat wij onze vader noemen. Dat is wat in het Arabisch Allah is. Dat is dat wat voorbij jouw kennis gaat. Dat waaraan jij je zal onderwerpen. En dat klopt gewoon. Het zijn andere woorden, meer niet. Dat is wat ik zeg, wat ik het liefste wil geloven. Van de rest word ik alleen maar bang. Weet je, om het een keer kort te maken met de islamisten, met de islam, met de moslimische geloof. Wij winnen toch. Islam, als wij... islam is katholicisme voor Arabers. Ja, dat is precies. Niet minder, niet meer. En natuurlijk heeft het dan hier en daar een keer een andere naam, maar het gaat altijd over hetzelfde. Maar dat is gelijk de Romeins-Katholieke Kerk, die in de Tweede Vaticaanse Concil tussen 1963 en 1965 gezegd heeft van, we doen weg met die termen van ketzer en heretiker. Dat zijn nu allemaal gesepareerde broeders. Ja. Dus we geven dat kind een andere naam, maar het kind blijft wel hetzelfde. Hè? Je kunt een zwijn een paard noemen, maar het blijft een zwijn. Hè? Ja. Of dat je dat paard tegen zegt, of olifant, of wat ook, hè? Je kunt het islam noemen, maar het blijft duivelsaanbiddingen. Je kunt het katholicisme christendom noemen, maar het blijft duivelsaanbiddingen. Het blijft de synagoge van Satan, hè? Zo simpel. Ja, omdat het gewoon met een politiek doel is opgericht. Ja, van begin af aan. Het is zelfs niet met een politiek doel opgericht. Het is van begin af aan een politieke power geweest, een politieke macht geweest. Ja, ja, ja. Het is het politische, Romeinse, Caesarse Rijk dat zich omgarnd heeft met de mantel van het christendom. Dat zich gedoopt heeft met het christendom. Om zich daaronder te verbergen. En om op die manier gewoon verder te kunnen gaan doen. Luister, het is al 2,5 uur dat we hier aan het babbelen zijn. Ik vind dat al redelijk wat lang. Ik ben al wat moe aan het worden. Ach, goed zo. Goed. By the way, als je wilt, ik heb dat hier allemaal opgenomen. Mijn recording loopt nog altijd. Als je daar ook nog een... Ach, waar? Als je daar nog een zending van wilt maken, want daar zijn nog een paar leuke dingen gezegd geweest, dan doe dat maar. Ik stuur je dat toe en dan doe daarmee wat je wilt, hè. Dat zou ik dan proberen, ja. Ja, dat is goed. Ja, mijn Skype-recorder loopt altijd als lang als die call is, hè, weet je. Dus... En ik heb dat altijd als backup lopen, als er met jou nog een keer iets van problemen gebeuren of zo. Dus bij mij loopt dat gewoon. Ja, ik ga als eerste zorgen maken over de kwaliteit van dat wat ik opgenomen heb. Ja. Even links en rechts mooi instellen. Ik wil gewoon maar zeggen van, als je wilt, dan stuur je dat toe. En dan kunnen we met deze opname daarna iets doen. Dan kunnen we van dat van vandaag gedaan hebben 2 of 3 zendingen doen, hè. Als je dat een beetje bijeensnijdt, in kort of zo. Als je hier en daar een keer een beetje wilt uitnemen. Want als er dingen waren die jij verteld hebt, die je te persoonlijk vond, dan moet je die niet gebruiken. Hè? Dus dan kun je dat weghalen. Hè? Ja. Maar ik heb nog... Ja, dat vind ik goed. Ja, ik was alleen maar een beetje vrij. Ik had er niet op gerekend om nog iets... Nee, ik ook niet. Ik zeg maar van, kijk, omwille van dat het nu zo lang duurt, omdat ik weet dat we hier op het einde over een paar interessante dingen gesproken hebben. Ik zeg van, als je wilt, dan neem je dat daarbij, hè. Ik stuur je dat toe en je doet ermee wat je wilt. Zo simpel is. Ik doe daar niks mee, maar als jij daar iets mee wilt doen, je hebt mijn zegen. dat vind ik leuk. In dat opzicht. Ja. Oké? Okay? Dus maar, ik wilde vanavond nog een gedicht inlezen. We must start at the foot of the cross. Een gedicht inlezen dat mijn vriend Brett daar nog een video van kan maken. En dan wil ik dat binnenkort op mijn kanaal openbrengen. En dan wilde ik nog verder lezen in The Secret History of the Jesuits ter voorbereiding. Daar ben ik ondertussen al in de derde lezing bezig. Dus binnenkort komt dan mijn boek Alle Wegen leiden naar Rome uit. Dus dat ik zowel in Duits als in Engels compleet gelezen heb ondertussen. Moet dan nog een paar video's maken, dus... Hoe is het met je moeder? Goed.
Gut, behalve verleden Week heeft ze wat moeten overgeven nadat we Champignons, paddenstoelen gegeten hebben, die kon ze niet goed verwerken, dat eiwit daarin, daar heeft ze blijkbaar problemen mee. Maar nu voor de rest is alles prima met haar momenteel. Bedankt voor de vraag. Ja, fijn. Ja. Hey, hartstikke leuk. Ik zou nog wel uren met je kunnen kletsen, maar ook ik moet aan de slag. Ah, ja. We zien het, voilà. Wel, ik stuur je dat eens een keer toe en wij zien en horen elkaar nog, Perry. En we gaan dat zeker een keer voortzetten, deze conversatie. Ja, want het was echt leuk. Je moet echt over Abraham Lincoln. Misschien kan je ter voorbereiding even kijken naar die andere presidenten die daarvoor vermoord zijn. Ah ja, maar of vergiftigd of zo. Ja, dan kunnen ze dat beter kijken naar. Gewoon om het in te wrijven bij de luisteraars. Gewoon wat er effing gebeurd is. Ja, daar kunnen we met twee dingen gaan doen. Ofwel gaan we lezen over de. Gaan we een deel lezen van het boek The Secret Terrorists. Daar komt het in voor. Of anders gaan we de mensen verwijzen naar de derde video in de serie van Behind the Door van Bill Hughes. The Enemy of America Unmasked or the Presidents Taylor, Harrison en Buchanan. Exact, ja. Waar ik dan aan zat te denken, want we kunnen bijvoorbeeld het vermoorden van die Amerikaanse presidenten, tot en met John F. Kennedy misschien. Die kan je gewoon één keer samenvatten. En dan gewoon al die filmpjes en dan bestiepel jij waar elk filmpje over gaat. Ik zorg ervoor dat het in de show notes, in de description box komt. Mm-hmm. En dan gewoon lekker. En dan kunnen we over Abraham Lincoln een 10 minuten hooguit, kwartiertje of zo. Ja, we kunnen voor een paar. We hebben ze allemaal gehad. En dan pakken we die Oestasja. Dat vind ik ook wel erg leuk. Oestasja, ja. Dus dat is ja besproken in mijn boek. Wat ze in Kroatië hebben gedaan. Ja, ja. Ongelooflijk. 700.000 man vermoord en 200.000 man geconverteerd naar het katholicisme, ja. Convert or die. Converteer of sterf. En het Spellies War natuurlijk. Even over Vietnam. Ja, Vietnam. Oké, ik heb dat boek niet gelezen vandaar, maar. Oh, dan weet je weet precies wat er aan de hand was. Dat weet ik wel, ja. En anders pak ik wel wat paginaatjes bij. Hey, Jurk, hartstikke bedankt. Jij ook, Perry. Gezellige gesprek. Vond ik ook. Het is altijd hartstikke leuk met jou te praten. Oké, dankjewel. Ik ga nu ophangen. Ja, tjus. Dat is prima. Dag. Dag.